mij wel. Koen Groen, zondag de 22e, kampeerdagen ANWB. We zijn hier bij Culinair Erf, het lachende paard. Peert, denk ik. Maar paard, ik ga u even... Paard. Het lachende paard. Ik ga u even voorstellen aan iemand. En die heet... Ik heet Jolanda Schutvaar. Dag Jolanda. Kunt u iets vertellen over het lachende paard? Ja, wij zijn een Culinair Erf. We hebben een kookstudio, een streekwinkel en een camping. En we zijn dit jaar voor het eerst bij natuurkampeerterreinen aangesloten, omdat wij graag milieubewust en duurzaam willen werken. Dat deden we al en dat willen we graag nog verder uitbreiden. Dus vandaar. Het klinkt heerlijk om te kamperen en culinair bezig te zijn. Wat onderscheidt u van andere kookstudio kampeerachtige omgevingen? Kunt u daar iets over vertellen? Wij zijn dol op onze streek. Ja. En natuurlijk bewust en biologisch en ja, ecologisch. En dat vinden wij heel erg belangrijk. En dat brengen wij uit in ons bedrijf. Dat laten we zien. Ja. En natuurlijk de Twentse gezelligheid en gemoedelijkheid. En proberen samen van het leven te genieten. Geweldig. Zijn er ook eigen producten die u produceert of is het echt van de omstreken? Ja, nee, wij produceren zelf vooral met producten uit ons eigen tuin. Ja. Bijvoorbeeld pesto's, chutneys, jam, likeurtjes. Ik kom een keer langs. Moet je zeker doen. Ja, zeker. Moet je zeker doen. Dit, fantastisch, we hopen echt zoveel mogelijk promotie voor uw bedrijf te maken. We hadden het net ook over milieubewust bezig zijn. En dat meneer Atsma een statiegeld afraden aan het doen is in de Tweede Kamer op dit ogenblik. En u reageerde nogal fel. Maar wilt u daar uw opinie over geven? Ik zou het heel erg vinden als de statiegeld eraf gaat. Want dat betekent dat mensen minder bewust weer omgaan met het plastic. En het is juist zo belangrijk in deze tijd om ervoor te zorgen dat plastic en alle andere afval gescheiden op de juiste plek terecht komt. En niet in het natuurbeland of in de sloten en dat mensen er weer onverschillig mee omgaan. Oh, dank u wel. We willen echt de mensen die in de natuur zijn een stem te geven door middel van video's en dergelijke. Heeft u nog een specifieke boodschap aan meneer Atsma? Meneer Atsma, statiegeld behouden. Goed zo, dat is heel duidelijk. En een website waar mensen naartoe kunnen gaan? Onze website is www.hetlachendepaard.nl. Dank u vriendelijk. Dit videootje komt op www.koengroen.nl. Daar wordt ook een petitie op gehouden. Ik ga u een kaartje geven. Oh, okay. Hartelijk bedankt voor uw hulp. Graag gedaan. Tot ziens. Ja, dat vind ik helemaal leuk. Ga ik even kijken. Mooi.